Het ministerie van Justitie en Politie zal per 1 april op strategische locaties verkeershubs instellen. Dit deelde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vandaag mee voor aanvang van de raadsvergadering. In de afgelopen periode zijn veel mensen om het leven gekomen tijdens verkeersongevallen. De bewindsman vindt het daarom belangrijk dat er gewerkt wordt aan een veilig verkeer. Ik had opdracht gegeven aan de korpsleiding om met een plan te komen. Dat hebben ze al geschreven. En de vooruitzichten zijn dat ze per 1 april worden geïmplementeerd. Maar misschien kan ik een schot voor de boek nemen. En dat is dat we verkeershubs gaan instellen. U moet denken aan de drukke verkeerspunten, zoals highway, een nieuw weer gevonden weg. Dus op enkele strategische punten gaan we verkeershubs plaatsen. De verkeershubs zijn de pre-camp controleposten die langs strategisch wegen zullen worden geplaatst. De politieambtenaren zullen veelal letten op de snelheid van de weggebruikers. De bewindsman zegt ook dat de veiligheid rondom de COVID-19-pandemie nog altijd gewaarborgd moet blijven. Een stabiele COVID-situatie in het land is volgens hem geen reden om te feesten tijdens de komende feestdagen. Natuurlijk moeten we voorzichtig blijven, we moeten alert blijven. Vooral met de aanstaande paasdagen, ook Pagua komt eraan. Ik denk dat we ons niet moeten laten gaan. Daarover heb ik ook afgestemd met mijn collega van Volksgezondheid. En als het goed zit, zou hij al daarover een statement moeten hebben afgelegd. Dat inderdaad dat we de mensen zich moeten gedragen en dat we geen straatfeesten willen zien. Natuurlijk zijn religieuze feestdagen, maar dat ze toch wel met mate, met terughoudendheid worden gevierd. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.